Welkom bij de Vineyard. Ik ben Smeek en vandaag laat ik jullie zien hoe het op de Vineyard werkt. We hebben uiteraard ook een aantal corona-voorzorgsmaatregelen waarbij we buiten wachten niet meer dan 2 man gelijk binnen. En buiten houden we natuurlijk gepaste afstand. Bij binnenkomst desinfecteren we de handen even en vullen we het veiligheidsformulier van de Vineyard in. Zodra we die ingevuld hebben, kunnen we die hier achterlaten. En dan krijgen we een papiertje en een potlood om de locatie op te schrijven. Uiteraard kun je gereedschap huren. Het is natuurlijk ook gewoon toegestaan om je eigen gereedschap mee te nemen. Mocht je een onderdeeltje meenemen om te vergelijken, laat het even altijd zien bij de collega. Dan doen wij het even markeren. En dan weten we of dat het van u of van ons is. Zodra je buiten komt, kun je altijd even een karretje pakken om je gereedschap in te vervoeren. Er staan zwarte lekbakken. Als we iets demonteren wat vloeistof kan lekken, gebruiken we deze altijd om te zorgen dat de trein nu komt. Alle auto's die staan allemaal op merk. Die staan allemaal bij elkaar. Behalve de oude auto's, die staan allemaal achterin bij elkaar. Zoals je ziet houden we het terrein graag netjes en dat doen we natuurlijk samen. Mocht je iets demonteren, leg altijd alles gewoon even terug in de auto, zodat we het netjes houden. Mocht je klaar zijn, doe even de motorkap dicht of het portiertje dicht. En dan kan de volgende eventueel ook iets demonteren wat niet volgelopen is met water. Als we ergens iets afhalen, dan moeten we de locatie opschrijven. Aan het begin van de rijen staan de rijnummers op de grond. En in het parkeervak van de auto hebben we ook een nummer. Mocht je bij verschillende locaties langs gaan, even achter de locatie schrijven wat je gedemonteerd hebt. Dan hebben we bij de kassa weer nodig. En dan weten we in ieder geval wat er gedemonteerd is. Dan schrijf je uiteraard hier zo op. Fotootjes eventueel ook goed. Zoals je ziet zijn we elke dag bezig met nieuwe auto's plaatsen. Het is wel belangrijk, als een auto niet in een parkeervak staat, mag je nog niet demonteren. Dus zodra die hier in de rij en in de vaknummer staat, mag je natuurlijk alles demonteren wat je kan vinden. Maar zodra die nog niet geplaatst is, dan wachten we nog even. Op het terrein is het niet toegestaan om te roken. Wil je roken, mag dat buiten bij het parkeerterrein waar je auto geparkeerd hebt. Het is ook zo dat vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om op slippers te komen. Het is de bedoeling dat je dicht de schoenen aan hebt. Ook al is het 40 graden, je komt helaas niet binnen. Beschikken we ook over de toiletten achter. En zijn we klaar, kunnen we hier de handen wassen. En eventueel als je dorst hebt, kun je hier een blikje frisdrank halen. We hebben voor de regenachtige tijd hebben hier een tent staan. Uiteraard houden we hier in de rij voor de kassa ook 1,5 meter afstand. En zodra er 2 man per kassa binnen staat en we gaan weg, dan kunnen we naar binnen toe. Dus hier komen we met de onderdelen terug en dan kunnen we vervolgens alles neerleggen en dan doen we het afrekenen. En dan kunnen we naar buiten toe. Dat is goed, ja. Nu zijn we weer terug bij de parkeertrein en hopelijk tot de volgende keer.